paar honderd FC Groningen supporters zijn naar Enschede gereisd om te zien of FC Groningen na lange tijd weer eens weet te winnen van FC Twente. Rosales. Daar iets. Rosales. Rosales. Ah, het schot. Luciano moppert na over het feit dat hij zo gemakkelijk met links mocht uithalen. Tadic. En nu dan? Heel goed ingeschoten door Xavi. Word ik in voor het doel, Xavi voor het doel. Xavi komt. Xavi en raak vervolgens door Tadic, die niet uitbundig gaat juichen omdat hij nog eenmaal van Groningen afkomstig is. En als je nodig gaat naar de kant. I try to take the ball from Chadli. And in the process I think I stretched too much. Then I pull my hamstring a little bit and every time I try to move again, I keep feeling it and I don't think it's good enough to continue with the game. And then I have to tell them to make some changes because I feel a lot of pain running with it. Yeah. Die wordt vervangen door Kieftenbelt. Ja, ik kwam erin voor Femi. En die speelde een beetje controlerend. Alleen ik kwam op Brama te spelen en Leandro ging op de plek van Femi spelen. Ja, het was nog een kwartier te gaan of zo. Johansson. Zeefuik. Kwakman. Regelmatig meegegeven. Tadic. Tadic. Daar iets en nu maar afmaken, Chadli. Ja! Ik heb er maar zin om eigenlijk in detail over die goals te treden. Het was gewoon niet goed van onze kant. En, ja, het was, ik kan me voorstellen dat het allemaal een beetje laf uitzag. En dat willen we zeker niet. Je gaat naar Twente en Twente is een goede ploeg. En dat weten we allemaal. Kijk, en dat ze de keer onderuit spelen, dat is heel normaal. En dat deden wij ook wel een paar keer. Maar... ja, dan komt het op andere dingen aan. Duels winnen, dat werken. Ja, daar hebben we denk ik wel gefaald op vandaag. Rosales. Tadic dus, oh, wat doet hij dat mooi. Tja, dat zullen we scherper moeten worden. En, ja, die goals, die mogen niet in. Kansje Zeefuik. Bakuna. Daar. Die scoort dan toch. En dan is het weer evenals vorig seizoen nu 4-1.